welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag kwam de Owlcrate box al binnen. Ik had hem eigenlijk nog niet verwacht. Ik wist wel dat hij verstuurd was, maar ik was het eigenlijk alweer een beetje vergeten. Dus het was eigenlijk een hele verrassing dat hij vandaag al bezorgd werd. En hij is loaded, heb ik het idee. De deksel staat als het ware een beetje krom. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal in zit. Als je hem openmaakt, zie ik al iets heel erg leuks. Ik had hier al wel verhalen over gehoord op Facebook, dat er dus een deken in zou zitten. Gaan we er even uithalen. Nou, en als ik iets leuk vind, zijn het dekens. Zeker van die hele zachte, warme, fluffy dekens. Er staat op, All Forests are Magic Throw Blanket. En volgens mij was dit, ja, inspired by The Cruel Prince by Holly Black. Dus ik ga hem even de kartonnetje eraf halen. Het is ook heel erg koud buiten, dus een lekker knuffelig warm dekentje is altijd wel fijn. Even kijken hoor. Ik denk dat hij zo moet. Dit is natuurlijk nooit makkelijk om te laten zien, want hij is te groot voor de camera, zeg maar. Oh, dat is de tekst ook die erop staat. Het is een leuk formaatje. Niet super groot, maar echt gewoon voor op de bank. Kan je hem zo lekker over je heen leggen. En lekker fluffy. Nou, dit vind ik echt heel erg leuk. Er komen alleen wel heel veel pluisjes vanaf. Ik zit helemaal onder. Ik had net gestofzuigd hier in de slaapkamer. Maar ja, erg veel pluisjes. De hele grond ligt bezaaid. Maar ja, leuk dekentje. Misschien moet ik eerst even een keer wassen. Misschien dat dan dat pluis er allemaal afgaat. Even kijken. De spoilerkaart. De thema was Enchanted Forest. Through the Enchanted Forest. Met een, nou ja, heel groot beest en een klein prinsesje ernaast. Even zien. Dan zit er een zakje in. Owlcrate Exclusive created by Juniper and Ivy Designs. Zo. Even zien. Nee, het zakje maar even openscheuren. En dat is een tag, denk ik. Gewoon een soort hangertje. Trees in your eyes, stars in your heart. Van hout is het gemaakt. Het is ook wel leuk om in de kerstboom. Een soort kerstboomornamentje. Het is wel heel mooi gemaakt. Dan zitten er pipstickers bij van Pipsticks. Hele leuke winterse stickertjes. Nou, die moet ik... Oh, wacht. Oh, dan een code sticker aal. En dan krijg je 25% korting als je je aanmeldt voor een soort subscription-achtig iets. Dit zijn leuke stickertjes. Dat gebruik ik in mijn agenda, in mijn planners. Ik hou van leuke stickertjes. Dus dat komt altijd van pas. Dan zit er nog een soort papieren zakje in. En dat voelt heel zwaar. En dat is een metalen boekenlegger. Her Paper World. There was a song in this forest too, but it was a savage song. Whispering of madness and tearing and rage. En dat is een uitdrukking van Naomi Novik. Novik, ja. Ik hoop dat ik het een beetje kan laten zien. Hij is een beetje diep paarsblauw met zwart en zilver. Dit is wel iets, het is een vrij zware boekenlegger. Dit gebruik ik niet zo snel in een boek, maar hij is wel heel mooi. Dan zit er een heel zwaar Magical Monthly Reading Planner. Oh, wat gaaf. Kijk, hele mooie voorkant. En dan kan je Monthly TBR, Book Wishlist, Weekly Planner. Hoeveel pagina's je hebt gelezen per dag kan je helemaal bijhouden. En, oh, dat gaat zo helemaal door. Book Wishlist, Weekly Planner. Boek reviews kan je hierin schrijven. Hier kan je de maand helemaal overzichtelijk. Oh, dit ga ik vanaf januari. Ga ik deze gebruiken. Heel gaaf. Notes, notities. End of year wrap-up. Dus aan het einde van het jaar. Heel leuk. Dit is echt iets waar ik heel blij mee ben. Dan zit er nog een kaart in. Once upon a time, I dare to dream of a strange lovely world where I belonged. Het is een, oh ja, een soort
reclamekaart van twee andere boeken. Amber and Dusk, Diamond and Dawn. Van Lyra Selene. Oké, nou. Read an Owlcrate exclusive excerpt. Oh, misschien komt dat in de Owlcrate shop. Speciale editie. You never know. En dan zie ik ook nog een pin natuurlijk. Mantley en Emel pin met een soort dragonfly-achtig figuurtje erop. Through the Enchanted Forest. Nou ja, die verzamel ik gewoon. En dan het boek. Tada! Een witte kap. Volgens mij was dat al een special iets. Even zien. Winterwood van Shea Earnshaw. Dat is een beetje embossed, dus je voelt zeg maar het erop liggen. Sprayed edges, blauw, super gaaf. En, ik weet niet of je het goed kan zien, maar signed. Dus er staat ook een handtekening in. En even onder de dasjacket kijken, daar is die mooi blauw. Even zien. En er zit natuurlijk ook nog een kaart van de auteur bij. Een kaart. Geschreven brief, zeg maar. Die doe ik er altijd in. En dan nog als laatste. Ene laatste. Oh, dit is van de Decemberbox. De thema Tales and Trickery. Dus dat is weer een soort van sneak peek. En natuurlijk het boekje zit erbij. En dan inderdaad kan je zien dat het officiële boek zwart is. En de Owlcrate Edition is wit. Ik vind zwart wel misschien iets mooier, maar wit is wel weer iets bijzonderder. Met een interview van haar, een spelletje zit erin en wat meer over de, even kijken hoor, pipsticks van de stickertjes, een soort interview. Dus gewoon een leuk naslagwerkje om in te kijken. Wat vind ik, denk ik, naast het boek het leukst? Deze. Dat dekentje vind ik op zich wel leuk, maar als ik zie wat er allemaal van afkomt, daar baal ik wel een beetje van. En ik ben ook, ik heb nog geen boeken van Holly Black gelezen. Dus het is nog niet zo dat ik bij een Holly Black fanclub of zo hoor. Dus misschien dat ik het dekentje wel een keer ga verkopen. Maar dat weet ik nog niet zeker. Voor de rest vind ik het een erg leuke box. Ik vind het leuk dat ik die stickertjes dus nu kan gaan gebruiken in mijn planner vanaf januari. Deze ga ik gewoon leuk in de kerstboom hangen. En voor de rest vond ik het gewoon weer een hele gave box. Dus ik ben benieuwd wat jullie ervan vonden. Wat vinden jullie het item? Wat het leukst is in deze box? Heb je het box zelf ook? Wat vond jij ervan? Ik hoor het graag allemaal in de comments hieronder. En nou ja, tot de volgende unboxing weer. Doeg!